2 juli 1959, huwelijksdag van zijn koninklijke hoogheid prins Albert van België met prinses Paola Ruffo di Calabria. Daar verschijnt het bruidspaar, daar is onze stralende prinses, daar is ook de prins in zijn uniform van fregattenkapitein. We kijken naar de rechtstreekse uitzending van het burgerlijk huwelijk. De ambtenaar leest eerst de huwelijksakte voor. Bij besluiten van 4 en 5 juni laatstleden heeft zijn majesteit Boudewijn, koning der Belgen, toegestemd in het huwelijk van zijn koninklijke hoogheid prins Albert met Donna Paola van de prinsen Ruffo di Calabria. Déclarez-vous prendre pour époux son Altesse royale le prince Albert, Félix Humbert Théodore, Christian Eugène Marie, prince de Liège, prince de Belgique. Oui. Au nom de la loi, je vous déclare unis par le mariage. Nu zullen de registers worden getekend door het bruidspaar en door de getuigen. En misschien is alleen nog dit toe te voegen. Monseigneur, moest dit volk tot u rechtstreeks kunnen spreken, het zou u zeggen, dank u dat gij ons land zulke schone prinses hebt geschonken.